De varkens hebben het nog beter. Nog steeds hetzelfde. Als er nieuws is, hoor ik het wel. Ik vergeef mezelf nooit. Als ze niet meer terugkomen. Zelf ben ik nog wel eens een week langer weggebleven. Die is gevonden met een luik van uw schip. Hij had deze oorring in. Wel eens gezien? Nee, ik geloof het niet. Mag ik eens kijken? Heb je al gegeten? Dan zou ik het niet doen. Het zal niet de eerste zijn die ik identificeer. Ik kan het tegen. Nou dan. Hij heeft nu geen tijd. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel jullie van het fonds krijgen. Is het helemaal zeker?
Geert? Het gebeurt toch wel eens dat je in een rooiboot... Het lijk was al in de verregaande staat van ontbinding. Dus die troost kan ik je niet geven. Clemens. Kun je even boven komen? Mevrouw Kerstens is helemaal van de kaart. Arme knieën. Twee zoons. Het is verschrikkelijk. En mijn man. En nog twee andere zoons. Er komt een standbeeld van onze mannen. Onze? Ze zullen niet in vergetelheid raken. Dat beloof ik je. Dat is een hele troost. Dan ga ik maar even naar boven. Je mag alweer komen werken, hoor, knier. Als je daarmee geholpen bent. Daar ben ik dan. Meneer Bos. Ik moest toch in de stad zijn, dus ik dacht... dat we dit meteen wel even in orde konden maken. Dus u heeft een positieve identificatie kunnen maken? Helaas. Mijn oprechte deelneming dan. Het zal hard zijn voor de gezinnen. Ja, ja. Dat mag u wel zeggen. Mijn exemplaar van de polis. Dat lijkt me in orde. Ja. Alleen kan ik me niet herinneren dat ik ooit het rapport van de werf heb gezien. Maar u heeft het tijdens de inspectie van mij gekregen. Kijk, daar staat u paraaf. Ja, dat zie ik. Daar wel. Maar niet op mijn eigen exemplaar. Ah, ik weet het alweer. U zou dit exemplaar net tekenen... toen ik zag dat er niet genoeg geld meer in huis was... voor de premie. Maar u had geen tijd om te wachten... tot ik naar de bank geweest was. Stom van me. Ik zal het nog vergeten door al die misère. De kassier is al weg, maar ik zal er hoogst persoonlijk voor zorgen dat het op de goede plaats terechtkomt. In elk geval was ze goed verzekerd. Een geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen. Niet waar? U moet nog tekenen. Gaat ze heten? Uw nieuwe schip, bedoel ik. De Ophoop van Zegen 2. Hier nog te laten zien. Kom maar, vader. Dat de grote heren de boel belazerd hebben, is door daarom toe. Maar dat jij je ervoor geleend hebt. Komen ze, wat bedoel je toch? Dat hij wist dat de hoop niet meer terug zou komen, dat bedoel ik. Je hebt ons verteld dat het weer helemaal in orde was toen er over gekletst werd. Onzin. Vader, is dat waar? Hem moet je hebben. Hij heeft me onder druk gezet. Je
Heeft u gehoord wat Simon Dekker beweert? Verdriet doet nou helemaal rare dingen met mensen, dat weet je toch? Als het waar is, dan heeft u de man op u geweten. Ik? Je man is gesmeekt of je vent mee mocht. Ik wilde hem niet hebben. Wat ben je dat soms vergeten? Pa! Ik haat je! Kind je toch? Ja, had ik ook. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Stop met mijn internaat. Van je wil ik geen dag langer blijven. Ach, ze was een beetje verkikkerd op een van die jongens die... Het is in ieder geval een prachtig monument geworden, nietwaar? Verder? Gewoon verder. Of je wil of niet. Zoals alles altijd gewoon verder gaat, alsof er niks gebeurd is. Alsof ze nooit geleefd hebben. Nee, tante. Het is niet afgelopen.